Ja, die passie is omdat we toch natuurlijk heel klein zijn begonnen en langzaam Nederland hebben veroverd en ook de wereld. En dat is natuurlijk gewoon wel heel erg gaaf. In het verleden waren we natuurlijk gewoon echt een beetje cowboys. En langzamerhand is het echt gewoon een professioneel bedrijf geworden. Nou, je bent bij Corrosion. En wij ontwerpen en leveren en servicen impresscurrent antifouling systemen om aangroei tegen te gaan aan koelsystemen aan boord van schepen bijvoorbeeld of olieplatformen. En daarnaast hebben we een kathodisch beschermingssysteem, een elektronisch systeem, een milieuvriendelijk systeem waarmee we stalen constructies beschermen zoals schepen, maar ook offshore windturbines, dambanden, olieplatformen. We zijn hier in de werkplaats waar we zeg maar de onderwaterdelen maken voor het antifouling systeem. En hier maken ze zeg maar de anodes en hier zie je ook de anode rekken. We zijn hier op het lab bij Corrosion, het laboratorium. Dat hebben we opgericht in 2015. We doen onder andere onderzoek naar schade door corrosie. We zitten natuurlijk niet vlakbij zee, maar we hebben wel zeewater nodig om testen te doen. En voornamelijk dan ook het levend zeewater, want er zitten natuurlijk van allerlei organismen zitten erin, micro-organismen, die we nodig hebben om daadwerkelijk te kunnen testen wat er in het veld gebeurt. Die spin-off van al die kennis die we daarmee opdoen, die we overal in het bedrijf gebruiken, dat is gewoon echt gaaf om te zien. Super trots natuurlijk, ja, super trots. En er zijn nog mogelijkheden zat.